We staan op een van de Seven Cliffs in Eastbourne, beter bekend als de Seven Sisters. Zeer mooie locatie en hier speelt zich de proloog van Red Sandra af en ook nog een scène meer naar het einde. Scène 2, shot uit 2, 1. Draaien op die Seven Cliffs heeft ook een aantal veiligheidsrepercussies. Iedereen die dichter dan 5 meter bij de rand van de afgrond komt, die moet gerigd worden, die krijgt een soort veiligheidsharnas. Dat vind ik niet onterecht, hè. Dan kan je als acteur en ook als cameraman beter concentreren, denk ik, op wat je moet doen. Safety first op een filmset en zo hoort het. Ik heb die emotie. Dit soort locaties zijn eigenlijk nogal belangrijk, omdat Red Sandra is een film die zich ook veel binnenshuis afspeelt. Dus je wil af en toe zo'n film ook laten ademen. En dan ga je natuurlijk op zoek naar locaties die visueel interessant zijn. En dan denk ik dat dit een van de mooiste voorbeelden uit de film is. Tegenwoordig werkt iedereen met drones. En wij dachten, we gaan dat nog eens die old-fashioned way doen met een helikopter. Dus echt met een rigging op de helikopter. En dat ziet er zeer spectaculair uit. Vandaag hier op Beachy Head zijn we ook echt exact halverwege. Dus dit is draaidag 16 van 32. En vanaf nu is het eigenlijk aftellen. Dat is altijd zo'n klassiek moment, ook voor de ploeg van wow, we zijn halverwege.